Hier zit ik bij Marianne Asman. Je hebt het boek geschreven Ik raak alles kwijt, met als ondertiteling De prijs van de ouderdom. Marianne, waarom heb jij dit boek geschreven? Ja, dit boek heb ik geschreven omdat ik eigenlijk er niet over kan praten. Dit boek gaat over mijn overleden vader. Ja. Hij was dementiepatiënt en niemand in de samenleving zag hem staan. Ja. Niemand zag ook mij als mantelzorg staan. En dat is een afschuwelijke ellende. Als er geen hulp komt, dan hang je. Ja. En dat is heel beschadigd. Wat is er bijvoorbeeld gebeurd? Ik neem aan, je bent natuurlijk eerst naar je huisarts gegaan. Hoe ging dat in zijn werk? Mijn vader was eigenlijk te ziek om naar de huisarts te gaan, maar de huisarts die kwam niet op huisbezoek. De huisarts bleef achter het bureau zitten, keek alleen in de computer. En we zijn naar huis gegaan zonder dat we eigenlijk wisten wat is er met hem aan de hand. Dat vonden we niet prettig. Ja, zo'n huisarts is ook gebonden aan de politiek misschien? Ja. We hebben daar een opmerking over gemaakt bij de huisarts. En de huisarts die zei, het huisbezoek, de huisvisites, die zijn geminimaliseerd door het kabinet van Balkenende. Oh jee. En dat was natuurlijk heel pijnlijk om te horen. Ja. Je hebt je neus gestoten. Ik denk ook dat je daarna ook bij andere mantelzorgers je neus gestoten hebt met je vader. Ja, nou in eerste instantie heb ik het boek geschreven voor andere mantelzorgers om ze een steuntje in de rug te bieden. Want ik ben natuurlijk niet de enige in Nederland. Zeker heeft het een politieke kant, het verhaal. Ja. En eigenlijk vind ik dat de zorg morgen anders moet, echt anders. En ik hoop op een groot politiek actiegericht onderzoek naar recht op goede dementiezorg en goede voorwaarden voor mantelzorgschap. Ja, want voor wie heb je dat boek eigenlijk geschreven? Je hebt het in feite al een beetje gezegd. Ja, het boek heeft vele kanten, dus voor mantelzorgers, maar ook voor de politiek, de dames en heren in Den Haag. Maar ook voor artsen, voor huisartsen, voor geriater, voor mensen die werken in de zorg. Ja. Eigenlijk zou ik willen zeggen van het boek is voor iedereen geschikt om te lezen. Want dementie is een hele ernstige ziekte, een hersenziekte. En als samenleving moet je daar iets mee doen. Oké. Je had het net over die hulpverleners van wie het boek bedoeld is. Wat voor, laten we zeggen, noem 3 tips uit je boek voor die hulpverleners, voor die mantelzorgers, voor die politici die je zou willen meegeven? Ja, als mantelzorger is het natuurlijk heel belangrijk dat je de zorg wel kunt volhouden voor een dierbare vader of een dierbare moeder. Maar je moet er wel op letten dat je eigen motortje niet doorbrandt. Ja. Bij langdurige, intensieve zorg, die ook nog eens emotioneel is, ligt dat zeker op de loer. Ja, ik wil het even hebben over uw zus. Hè. Uw zus was niet zo blij dat je dat boek geschreven hebt. Nou, dat weet ik niet. Mijn zus gaat het in ieder geval niet lezen, want het roept emoties op. Ja. Niet iedereen is daar tegen bestand. Daar heb ik begrip voor. Maar als zussen sta je natuurlijk wel in een rare verhouding tot elkaar. Want er mag niet worden gevoeld en er mag niet worden beleefd. Dat is jammer, want er zitten ook hele mooie kanten aan het verhaal. Het is een heel bijzonder om te lezen. Ja, ook vooral om de goede dingen vast te houden. Hoe mijn vader zijn ziekte kon verwoorden. Hoe humoristisch hij was. Maar ook hoe dichtbij je elkaar staat. Hoe je met liefde met elkaar om kunt gaan. En met de dood. Dus in die zin is het een mooi verhaal. Prachtig en aangrijpend, maar ook hard. Vooral de zorg die niet geleverd is. Ja. Hoe is het eigenlijk met uw moeder? Bijna elke dag ga ik naar mijn moeder. Ze heeft heel veel moeite met het ouder worden en het aftakelen. Ze zit eigenlijk te wachten op haar dochters en de dood. Nou, dat is natuurlijk bedroevend en triest. De zorg wordt alleen maar bezuinigd. Er zijn te weinig handen om te helpen. Er wordt bezuinigd op het eten. Er zijn nauwelijks activiteiten. Gelukkig zijn er 2 vrijwilligers die liefde en vreugde komen brengen. Daar ben ik heel erg blij om. Maar ik ben natuurlijk heel erg bang dat ik hetzelfde traject inga met mijn vader. Ja. En ik hoop voor je dat dat boek indirect iets positiefs heeft voor je moeder en de mantelzorg in zijn algemeenheid. Ik vind het heel erg dapper dat je dat boek geschreven hebt. Marianne Asman,
Die heeft het boek geschreven, Ik raak alles kwijt, de prijs van de ouderdom. Marianne, ik wens je hartstikke veel succes met jouw nieuwe boek. Dank u wel. Ja.